maar niet heel erg naar de camera kijken. Want dan kunnen we natuurlijk niet praten. Allee. Hey, wij beginnen vandaag met het werken over iets nieuws. Weet iemand toevallig al wat dat is? Savannah. We hadden het eerst over kleren. En nu komt er iets nieuws. Ik zal eens even iets pakken. De lekker. Oh nee. Ik zal eens even iets pakken. Misschien dat je dan kan raden waar het over gaat. De letter J. Hey, en wat is dit? 50. Savannah? Kom. 50. Er staat 50, maar wat is het? Verkeerwoord. Het is een verkeersbord. Kennen wij ook. Daar staat toch kut. Ik wil even. Tekenen. Ja, dit gaan we ook tekenen. Tenminste, gaan we verven. Nee, even wachten. Er staat toch kin. Ja, kilometer betekent dat. Dit is een verkeersbord. En dan mag je 50 kilometer rijden. Mag je niet harder. Heel even. Wij gaan dus werken over verkeer. 3 weken lang gaan we doen. Gaan we werkjes doen. We gaan lessen erover doen. Maar wat is nou eigenlijk verkeer? Een verkeerles, dan kan je goed gaan leren van autorijden en zo. Van autorijden en zo. En wat bedoel je dan? Wat kan je dan gaan leren? Wat die kant op is met die sturen en die kant. En dan wat remmen is en hoe je kan snel gaan. En waarom is dat dan verkeer? Of waarom heeft dat te maken met verkeer? Omdat je als je niet steeds die bordjes ziet staan, dan weet je ook niet waar je naartoe moet. Maar waar zijn die bordjes dan voor? Voordat je goed kan kijken wat je moet doen, anders weet je niks van. Wat denk jij, Savannah? Dat je dan weet welke kant naar Zwijndrecht is, of welke kant naar Breda is, of naar de stad. Maar waar staat dat op dan? Die stoplicht is ook. Oh, niet door elkaar, niet door elkaar. Daar zie je zo grote ijzeren ballen die zo staan. En daar hangen bordjes op. En dan weet je waar je heen kan. En hoe heet die borden? Weet jij dat, Miljarin? Dat het is bewijsbordetjes. Ja, hoe zou bewijs. Bewijs? Heet dat zo? Of heet het anders? Wat denk je? Zijn dat soms verkeersborden? Hé, er zit het woordje verkeer in. Dit is ook belangrijk. Want als die op rood is, moet je stoppen. Als die op rood is, dan mag je wel gaan. Maar bij sommigen niet. Want als die groen is, dan pas. Oké, en waarom is dat dan belangrijk, Miljarin? Dat je dan met groen gaat rijden en met rood gaat stoppen? Als je doorheen gaat, komt de politie. En wat kan er nog meer gebeuren als je doorheen gaat? En dan krijg je een bekeuring. Je krijgt een bekeuring. Maar wat kan er gebeuren als je door het rode licht rijdt? Dan mag je niet meer rijden. Ik weet het. Wat, Savannah? Wat kan er gebeuren? Dan pakt Dan maak je een botsing, want dan gaan de anderen gelijk naar groen en dan gaan die rijden. En dan rijden de anderen door en botst die tegen een andere auto aan. Dat is precies wat ik bedoel. Zebrapad. Wat is een zebrapad dan eigenlijk, Shakira? Dat zijn witte strepen. Oh, even kijken waar die zitten. En daar moeten de auto's wachten, maar mogen de mensen wel gaan. En is er bij een zebrapad altijd een stoplicht of niet? Jawel. Altijd? Nee, niet altijd. Maar bij een zebrapad zit wel altijd een stoplicht. En sommige niet. Dan moeten de auto's zelf stoppen. Ja. En als de stoplicht gaat die kant, die op groen is, en dan gaat die snel weer op rood, dan gaat die andere misschien door rood zo joef, en dan gaat die zo snel en dan pff. Ja, dus daarom moet je goed opletten. En waar is dan oranje voor, Miljarin? Dan gaat die heel snel op rood.
Nee. Door oranje mag je ook rijden. Soms, maar niet altijd. Want eerst komt rood, daarna oranje en daarna groen. Nee. Is het niet andersom? Want eerst groen, dan komt oranje, dan komt rood en dan komt weer groen en dan weer oranje. Dus als ik het goed begrijp, als oranje komt, dan weet je dat hij bijna op groen gaat. Op rood bedoel ik. Zegt hij, je hebt het zelf verkeerd. Als hij is groen, dan wil je erin. Stop dan. Hij is groen, dan wordt hij oranje en dan weet je, oh, hij gaat bijna op rood. Ja, maar nee. Hey, heel erg bedankt voor het gesprek.